Oké, Margot, je zit nou wel de hele dag. Hey, daar is hij weer terug. Ja. Oh, hij heeft zeker eerst even gesurfd. Oh, dat zou kunnen. Ja. Maar hij ging daar staan. Ja, want daar staat zijn naam. Ja. Oh, dus dan hebben ze eerst gesurfd. Maar goed, kijk, dit is nou het leuke van een camperplaats. We hebben altijd wat te vertellen over, hey, kijk, die komt eraan, of dat komt eraan. Of hey, kijk eens, dat is een mooie Pilot. Of dat is een mooie Adria of een Knaus. Ja, Knaus is natuurlijk ons lievelingetje, maar goed. Tenminste, heeft ons voorkeur. Maar ik vond die Adria van die mensen, van die John en die vrouw die je waarmee gesproken hebt, die vond ik ook onwijs mooi. Ja, die is 9 meter lang, hè? Ja, nee, maar die mag je niet zo mee rijden, want hij is al 4,5 ton, geloof ik. Standaard fabriek af of zo. Ja, maar hij is 9 meter lang. Nou ja, wat is nou 9 meter? Wat is nou 9 meter? Ja, als er 7 meter doorheen gaat, gaat er 9 meter ook doorheen. Dus dat is niet zo moeilijk. Ja, okay. Maar in ieder geval, wat ik dus vertellen wilde. Van Dick Zoontjes, weet je, die reageerde op de site over die basiliek. Er is een hele mooie basiliek in. We hebben toch gekeken in een hoge bos. Oh, in Oudenbosch. Oudenbosch, ja. En dat is aan de bovenkant van de A58. Ja. Dus daar gaan we. Ja, dan zal die 16,5 kilometer. Dit zijn de knooppunten die jij opgeschreven hebt. Dat gaan we straks doen. Ja, dan gaan we even naar de basiliek in Oudenbosch kijken. Ja. Op aanraden van Dick. Dik zoontjes. Dik voor elkaar. Ja. En dat moet lukken dan. Tuurlijk. Daarom. Dat doen we zo. Het is nou nog vroeg. Ja, wat. Het is net 1:30. Even wachten. Goed. Hoor. Ga ik nog eventjes buiten kijken, want ik ben hartstikke leuk bezig buiten. Ja, je bent gewoon nieuwsgierig. Dus stop het maar gewoon. Nee, dat is niet nieuwsgierig. Ja, ga nou maar. Nee, ik ga even de GoPro op een vaste fiets zetten. Oh, nou, doe dat. Oké. Okay. Doei. Nou, een rondje over de camperplaats. Kijken of die blijft zitten. Hallo. Hoi. Hey, hallo. Hallo. Je kom even kijken. Nee, ik ben benieuwd, zo benieuwd naar je verhaal. Ah, over gisteren uit, hè? Moet nog beginnen? Nog beginnen, hè? Ik sta hier echt al 20, 25 minuten te wachten op je. Te wachten. Je staat daar te bippen, hè? Vrouwen hebben de naam. Mannen hebben de daad. Ja, dat is echt zo. Ik kom allemaal bekende mensen tegen. Dat is zo leuk. Echt ongelofelijk. Hier. Oh ja. Ja, er is nou geen zon. Oké, we gaan naar de basiliek. De basiliek van Oudenbosch. Toch? Zeg ik toch goed? Ja. Oké, nagaan. Klopje? Oh ja. Kijk, ik zal even mijn klokje aanzetten. Tip. Buiten fietsen, open doel. Go, Mago, go, go, kom op, snel. Hoe laat is het nu, zeg je? Ja. Even kijken, het is nu. Hallo. 3:09. Wil je even je bril opzetten? Oh ja, dat scheelt. Het is nu 14:39. Oké. Okay. Nou, en we zijn nog niet eens van de camping. En we zijn nog niet eens van de camping af, dus we gaan goed. Hè? Je hebt een camping. Ja, camperplaats, je hebt gelijk. Oké, okay. Rechtsaf. Wij maken echt altijd wat mee. Staan we hier te praten met de moeder van Manon. Dat is die mevrouw van die eigenares. De moeder van de eigenares. En komt hem stellen aan op de fiets.
En die vrouw die stopt en die valt en die ligt zo bam, lang uit op het pad. Oeh. Wat een mazzel hoor. Ja, ze heeft geluk gehad. Jeus, Mina. Ik schrok me wild. Ja. Weer daar, 58 over mensen. Ja, ja, ja. We gaan de goede kant op. Oudenbosch is rechtdoor, Magal. Hier, 1.35.9. Hier naar rechts. En dan zie je zo. Je... Zo, kijk eens eventjes. In Hoornweerum. Wauw. Dit zag ik een ronde toeval. Ja, ja, ja. Ik ook. Hier is er denk ik achter. Nou, Margot, waar kijk je naar? Hè? Waar kijk je naar? Ja, kerk, maar de basiliek is de ronde toeval. Ja, maar die zit erachter, hè? Ja, oké. Okay. En hou jij van de fiets in de gaten, loop ik even die kant op. Ja, 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 ja. Mij. Wat zegt u? Hij ging er precies op het gebouw. Er stond hier nog een auto voor, dan hoefde ik hem niet op te nemen. Oké. Okay. Ja, ik kan hem ook wel, als ik hem ietsje uitzoom, dan krijg ik hem er ook wel helemaal op. Maar, aanvraag niet alles, hè? Ik is al gesneuveld bij de verdediging Petruserf. Oké. Okay. Dit is de Agatha en Barbara kerk. Kijk hem okay. Hier. Naar het voorbeeld van de Sint-Pieter in Rome. 1892 was de voorgevel klaar. Ze zegt maar het is binnen wel heel anders, zegt die vrouw. Oh, even een kapje op. Zo. Wauw. Gaan we eventjes de andere camera pakken. Zo, kijk dan. Mag wel. Dit is groot. Sint-Pieter in Rome ben ik met Anne en Renato geweest. Toen zijn we op de bovenste koepel gelopen. Ja. Nou, even kijken. Ja. Hallo. Oh, kijk nou zo eens, jongens. Goh. Nou, dat vind ik echt wel mooi, moet ik eerlijk zeggen. Kijk, en daar komt Magal aangelopen. Dat hoor ik aan de voetstappen. Ik hoor aan de voetstappen dat jij eraan komt. Wat zeg jij? Ik hoorde aan de voetstappen dat jij eraan kwam. Mooi, hè? Mooi, ja, het is echt mooi. Wat een goede tip. Oh, kijk dan daar ook nog. Ik ga even mijn bril opzetten, want ik zie niet zoveel. Wat een idee. Ja, hij meteen beslaat die bril. Kijk, koepelwinkel, Magal. Er is ook een winkel. Winkel? Kijk daar. Jeetje. Nou, we gaan rondlopen. Oh.
50, bezoek aan de koepel, 50 cent per persoon. Nou, koepelbezoek, let op, 140 treden. Is op eigen risico. Wauw. En je stoppen met dat geld in die potten te gooien. Nou, dat is mijn laatste kleine geld, hoor. Ik plaag je maar, mevrouw. Jeetje, kijk dan. Sint Gregorius. Sint Bonavatra. Sint Lucas. Dit is Maria, mago. Sint Bernardus. Oh. Sint Antonius. Maria Sacrum. Dit is volgens mij een paus geweest. Jeetje, mina. Oh, kijk dan. Moet je opletten. Kanonne. Ja. Kijk, orgel. Ha. Nou. I'm impressed. Zo eventjes. Kwam net iemand naar me toe en die zegt: meneer, zal ik u even de biecht afnemen? Ik ben hier nu toch. Ik zeg, dat gaat u echt niet redden in één dag, meneer. Oh, kijk.
kijk, S. Barbara. Saint Barbara. Nou, echt mooi, hè? Vinden jullie niet? Dit is de Leidensweg, de Kruisweg, moet ik zo zeggen. Denk ik, natuurlijk. Sint Agatha. Nou. Oh, kijk. Ik zocht hem al. Kijk. Let op. Daar is het orgel. Ik kom alleen maar hier voor de muziek. Goh. Nou, ik vind het echt mooi. Ja. Sint Matthäus. Ja, ik ga mijn hoofd zoeken. Hey, vader, hè? Maar die andere foto's die ik heb gemaakt hier, die zijn wel goed. Ja. Hey, ik ga naar buiten, goed? Ja, kom maar aan. Oké. Okay. Nou, vond het echt mooi. We zoeken waard geweest. Was al die kilometers hierheen, was het wel de moeite waard. Kijk, hier naar beneden. Ja. 1 tot 4. Oh, dat is nog maar een half uurtje. Het is al half vier. Ja, nee, bijna. Oh ja, nou, het is al half vier, ja. Zo. Goedemiddag. Ja, het komt een klein beetje omhoog. Ja. Goedemiddag. Een beetje vals plat. Goedemiddag. Die meneer zegt, u moet er even heen lopen. Ja. Kijk. Nou, oh, prachtig. Zo. Goh. Kijk eens jongens. Dit is toch wel apart. Mooi hè jongens. Ja. Hè? Ja, het loopt groot door hè? Ja, moet je kijken. Ja. Prachtig. Jeetje. Nou, wat ben ik blij dat die meneer zei, willen jullie niet even naar beneden? Because the wolves heal in this way. Kijk. Dat is vanuit de lucht. Johan de Wit. Kijk, P.J.H. Kuipers. Ingemetselde voorwerpen gevonden in 2016.
Leuk. Wat apart, hè? Ja, geweldig. Dat heb ik er eigenlijk nog nooit meegemaakt. Wat? Een winkeltje in een kerk. Ja. Bij de Sint-Pols en zo, weet je wel. Maar Stichting Behouden was het niet. Ja. Op het Sint-Pietersplein, dat tegenover. Ja. Dan moet je wel uitkijken hier zo, want er zijn stenen die... stenen eruit. Hebben ze stenen eruit gehad? Ja. Zoek een uur. Ja. Ik heb er twee bijen. Ja. Ah, geweldig. Kijk, en heb je al die kerststalletjes gezien? Nee. Oh jee. Ja. Oh, dat is wat voor Annemiek. Ja, inderdaad. Ik heb er al foto's van gemaakt. Oh, kijk dan deze. Dat is wel een hele leuke. 189 euro. Kijk, en dit is van steen. Ja. Het zijn hele leuke dingetjes, maar hier staan nou toevallig de prijzen bij. Maar, ja. Maar heel veel niets. Hier zo, 60 euro. Ja, 50 euro. Ja. Ja. Nou, leuk. Oh ja, maar dat is wel hele mooie. Ja. Ja. Oh, deze is ook leuk. Oh ja. Tientje. Oh, voor mij. Nou, super de puper. Je kan er ook aan die kant uit, maar dan moeten we dus ja, terug naar de fiets. Kijk dan, zo jammer dat die meiden niet rozenkrans. Die kan je in Rome ook heel veel kopen. Ja. Hé, hij flikkert. Leuk. We gaan de kerk er weer uit. Okay. Ze hebben je hier vastgebonden. Kijk, die gaan ook nog naar boven, 140 trappetjes. Ja, maar kijk, dat is 50 cent per persoon. Oh, maar dat red jij toch niet? Want op 3 uur gaat de kerk dicht. Oh ja, oké. Okay. Nou, mooi hè? Ja, prachtig. Prachtig. Kijk, daar heb je een doopvond. Laat ik hem even zien. Oh, is dat een doopvond? Ja. Oh, oké. Okay. Hier. Sint-Blasius. Als kind zijnde. Ja. Kregen we altijd de Blasius zegen. Het waren twee kaarsen zo, die waren gewijd. Gingen we met de klas altijd. Dat was één keer per jaar. Dat was tegen keelziektes, geloof ik. Oh. Geloof ik, moet ik even nakijken. Ja, ja. Ah, leuk. En Cornelis Vreeswijk. Ja. Cornelius. DDS Cornelius. Nou. En dan moest je hier een paar uur op zulke banken zitten. Wij gingen eens iedere zondag naar de kerk, hè? Ja, ja. Zaten jullie zeker achterin. Kijk, en dan staan we hier. En dat is aan de overkant van die basiliek. En kijk, en dan kan je heel goed die ronde koepel zien. En zie je, die ronde koepel, dat is, de bovenkant is dan open. En daardoor kwam dat licht uit in die kerk naar voren. Ja. Waar moeten we nou vandaan kijken? Want als deze om 4 uur dicht gaat, zal die ook niet zo lang open blijven. Oh, dan blijven we hier nog even staan. Nou, hè. Ja, wacht even, die bedoelt, kijk maar gauw, bedoelt die, kijk, daar is nog eentje. Gaan we even kijken wat dat is. Als ik het goed begrijp is dit dus onze religieuze middag. Mag wel. Als ik het goed begrijp is dit onze religieuze middag. Middag, je bent er 10 minuten in geweest. Hallo, ik ben de hele middag al allemaal bezig. Ach, houd toch op, ik heb 2:30 zijn oude Nederland. Het is nou 3:30. Hiek. Hebben ze hier allemaal nieuw gebouwd. Ziet er mooi uit. Kijk, dat is leuk. Dat bord zie je overal. Kijk, ja. Als je het heelal van dichtbij wil zien, hier moet je zijn, in Brabant. Ja, staat kijk, ook bij je. Kijk dan. Oh, dat is wel mooi. Ziet er ook mooi uit, Magal. Hé? Nog meer moois, ja. Wow, nou ja. Ja, maar ik denk wel dat hij dicht is. Oh, hoe prettig de fietsen vind ik.
Hé? Naar een fietserstunneltje. Oh ja? Hoe weet je dat? Dat zie ik. Ben je hier wel eens geweest? Als je straks die kant op loopt, neem je dan wel je fiets mee? Anders moet ik weer ermee lopen slepen. Oh, ik ga hier even zitten. Nee, ik ga zo die kant op. Ja. Oh. Ik ga uit, want... Kijk dan jongens, dat is dat volgende koepeltje wat we zien. Dat ziet er ook mooi uit. Kijk, en ook weer... Daar binnenin, kijk. Wauw. Even kijken, er staat op... Sinite parfulos ad me venire. Pervius et de menire. Ja. Interessant. Dit is denk ik ook een katholieke kerk, want het heeft een kruis. Kijk. Oh, even dichterbij halen. Kijk. Nou jongens, wat een mooi plaatsje is dit. Het oude bos. Goh, die liep die kant op en ik zei al van nou, die is dicht hoor. En ja, verdomd, hij is dicht. En kijk, hier staan de trotters. Dit is een... Ik weet niet wat voor gebouw het is. Even kijken. Kijk, dit is helemaal rondom. Dat zal ik even laten zien. Dat is wel leuk. Dit is een goede maat. Kijk, dit is dus eigenlijk een binnenplaats van iets. Zien jullie? Maar. Zien jullie, dit is al wat ik gezien had. Dat is een internaat geweest. Dit is een internaat Sint Louis. Uit 1850. Tegenhanger van de Victiniusbouw en is geïnspireerd op de Romeinse architectuur. Aha. Het bleef het Aloysius gebouw bleef tot 1996 in gebruik als internaat. Hierna is het gebouw verbouwd op appartementencomplexen. Ja, kijk, want dat moet allemaal nog opgeknapt worden. Daar. Dat fietstunneltje, daar kan je niet verder. En daar wel. Ja, maar... Ja, daar reed die jongen alles is, ja, dat zag ik. Alles is dicht. Ja, maar gewoon niet elke kerk is open. Nee, maar ook geen hendels op de deur. Oh, dat bedoel je. Ja. We gaan even onder de kerk door. Even kijken, hè, want dat zal waarschijnlijk wel heel stijl naar beneden lopen. Dat je uitkijkt met fietsen. Oh ja. Nou. Oh. Kijk dat je niet je hoofd stoot. Ja. Oeh. Kijk, hier valt iets van dit. Nee. Ja, dit is ook allemaal dicht, zie je het? Ja. Ja. Want ik had net aan de achterkant. Ja, even hier kijken. Dat vuile glas. Ja, hallo. Hier zo. Sint-Jozef. Oké. Oh, zo ken je ook. Ja. Nou, we moeten toch die kant op. Zo, ruik je het hier? Zie je, maar het is allemaal dicht. Even kijken, wat is dit? Oh, nee, maar dit is niks. Geen begraafplaats. Ja, dit is echt geen begraafplaats, maar nee. Niet met je fiets erop. Heidenen. Dat zijn allemaal monden zeker. Nee. Hè? Oh. Oh ja, jeetje. Oh. Kijk, want dit is nu Helmut Lotti. Nou, even.
Dat staat erop. Hé? Broeders. Zijn het broeders? Ja. Broeder Gerarde, Zeenauten. 'Tak. Nou, wat apart, jongens. Weer wat aparts gezien. Oké. De bos uit. En we rijden zo weer door de bos heen. Ja, Jemina. En daar komt ze aan. Tweede etappe van de huh? Tweede etappe van de Tour de Bosje. De Tour du Bois. Ja, de Tour du Bois. Rijden we door het bos heen? Zomaar een trein door het bos. Ja, maar we hebben die trein die we net ook konden stoppen. Oh, dus we hebben hem eigenlijk ingehaald. Ja hoor mensen, we zijn er weer. En evengoed weer 19 kilometer. We zouden een heel kort rondje doen. Maar je ziet het. Hey, ook Marcel, we kunnen in één keer doorrijden. Zo, jeetje, kijk nou eens. Ja, ze hebben die asperge maaltijd gevonden. Oh, ja. Want daar kwamen die mensen speciaal kijk, door. Kijk, catering. Hey. Ja. Oh, kijk, daar een buitenoven helemaal. Ja, dat is goed. Ja, zeker. Hoi! Ziet er goed uit hoor! Goedemiddag! Zo, wat leuk! Nou, het is ongelooflijk. We hebben natuurlijk net heerlijk gefietst. En het is nu 6 uur. Maar... De weerapp heb gelijk. De weerapp heb gelijk. Door. Kijk, ja. Het zonnetje pikt erdoor. Het is daar een beetje, kijk, onbewolkt, maar toch even goed nog een hoop wolken. En de camperplaats is aardig volgelopen. En kijk, als ik jullie even laat zien, er is iets heel unieks aan de hand. Kijk, want wat zie je daar? Let op, ik ga het even dichtbij halen. Er is een catering. Een catering is er. En die verzorgt voor de mensen een menu. Een asperge menu. Het laatste asperge menu van dit jaar. Ja, want 29 juni is aspergetijd open. Ja, en wat houdt dat in? Dat als jij dus hier komt of hier staat en je zegt van nou, daar wil ik wel aan meedoen. Dan bestel je 2 minuutjes en dan maken hun voor jou die asperges klaar. En dat doen ze hier. Ja, je krijgt eerst aspergesoep in. Ja, en asperge, ja, en dan nog een toetje of zo. Ja. En dan, kijk, er zit een barbecue bij. Dat zal ik even laten zien. Kijk. En die staat nu aan, dus er zijn er ook nog wat lekkers voorbij aan het grillen. En ik zal even laten zien, want het is wel even leuk. Kijk. Het is nu echt aardig volgelopen. Moeten jullie maar eens even kijken. Goh, hè? Leuk, hè? Ja. Nou, ik zeg net, het is aardig volgelopen zo. Ja. Ja. Geweldig. Marketing gaat goed hier.
Ik denk dat ze ook allemaal komen voor de asperges. Er zijn er. Oh ja. Oh ja, jullie zitten er ook lekker aan te eten. Ja. Nou, moet je nagaan. Heerlijk, hè? Nou, super de puper. Nou, dit was ons reisverslag van vandaag. We zijn naar een ongelofelijke mooie basiliek geweest. Jullie hebben het gezien. Het is echt, echt mooi, hè? Ja, een replica van de Sint-Pieter Basiliek in Rome. Ja. En nou, daar ben ik ook wel twee keer geweest. Drie keer. En ja, dit was dus gewoon een stuk kleiner, maar het was wel heel mooi om te zien. Ja, en ja. Ik ben niet zo van de kerken, maar ik vond het ook heel Jij mooi. Jij vond het zelf goed. Ja. En ik heb wel in de loop van dat we aan het fietsen waren, mijn overhemd dicht gedaan, want het was nou, best fris. Nou, in het bos was het fris. Ja. Nou. Maar het zonnetje begint nou om zonnetje komt erdoor. Vonden jullie het een leuke video? Duimpje wordt gewaardeerd. Notificatiebelletje. Ja, begon een notificatiebelletje aan. En abonneren. Abonneren is gratis. Ja. Nou, en zit Engel maar weer aan het werk. En ik... Is je er even lekker bezig? Ja. Tot de volgende vlog, mensen. Oké. Okay.